Hallo allemaal en welkom bij alweer aflevering 22 van deze serie over de Extinction Core. Ons 12 stappenplan is inmiddels afgerond, dus we zijn helemaal voorbereid om een deity te kunnen killen. En het killen van een deity was eigenlijk het doel van de hele serie. En vandaag gaat het daadwerkelijk gebeuren, althans we gaan een poging wagen om een te killen. En we zullen zien of onze voorbereidingen dus goed genoeg waren. Achter mij hebben we op het eiland een deity gevonden. Of althans gevonden, ik heb hem ingespawnd. Ik heb ook een andere heb ik gevonden, maar die stond helemaal tussen de bossen en ja, tussen de rotsen. En dat was een beetje moeilijk om te filmen straks. Dus ik heb deze gespawnd. Ik heb alle deities die ik tot nu toe ben tegengekomen zijn level 4. Dus ik heb hier ook een level 4 van gemaakt. Hij heeft 540 miljoen levenspunten. En ja, zoals gezegd heb ik hem dus ingespawnd, omdat we hier mooi de ruimte hebben en ik kan nog steeds goed filmen, dus ik kan het jullie goed laten zien. Dus ik ga mijn dino's halen waarmee we de kill gaan proberen te maken. En zodra mijn dino's hier weer bij het eiland zijn, dan kom ik bij jullie terug. En dan ga ik jullie laten zien hoe we te werk gaan. Goed, we zijn inmiddels bij onze base en we hebben dit al vaker gedaan. Alle dino's die mee willen, die laten we achter ons aanlopen. Op deze manier. En de whistles zijn nog steeds gebukt, aardig gebukt. Oké, okay, alle bosses die ik mee wil hebben, die volgen ons nu. Die volgen de Manticore nu. Dus de poort uitlopen zal nog even een uitdaging worden, maar als we eenmaal weg zijn, dan zal het een stuk makkelijker gaan. Goed, en we zijn aangekomen op het eiland met de deity. Alle bosses staan bovenop het eiland. Ik heb ze met veel pijn en moeite hier gekregen. Blijkt namelijk dat bosses, vooral de brandmodders, niet goed kunnen zwemmen, of eigenlijk heel slecht zelfs, ze zinken meteen naar de bodem. Dus het heeft even geduurd, maar het is uiteindelijk gelukt. En ja, we hebben dus twee megapithecussen, twee brotmodders, een Alpha Lightning Wyvern, een Dodo Rex en een Dodo Wyvern. Laten we vooral niet te lang wachten en gewoon de deity aan gaan vallen en zien of het ons gaat lukken. Hier gaan we. Dat de bossen weer aan moeten gaan vallen. Alpha Lightning Ribbon ging vrij snel dood. Inmiddels 30 miljoen levens gedaan. En denk er ook om dat je hem vooral niet eerst blijft doen, want hij herstelt heel snel zijn levenspunten. Dus hebben we 60 miljoen damage gedaan. We zien een boss heeft extra veel damage op een deity. Normaal gesproken deel ongeveer voor 16.000 damage. De slag op een video. Nu doen we nou, bijna 1,2 miljoen per hit. De eerste
een van onze mega pittekers dood. Nee, was een aarde, maar... voor ruim 1,1 miljoen damage per hit. Geeft er redelijk op. En dit is dus eigenlijk het moment waar we de hele serie net op gewerkt. Voorgaande 12 stappen plan. Eigenlijk tot dit moment geleid met de film van een Deity. Dat is eigenlijk ja, een van de dingen die je zelf zou moeten stellen als je deze mod speelt. Naar iets uiteindelijk een Deity kunnen killen. Ik
zelf dat er heel weinig informatie over de Extinction Core te vinden was. Er is genoeg informatie te vinden, maar die is heel erg verdeeld. Dat is eigenlijk een waarom ik het graag heb gemaakt. Zoals jullie zien, de Dodo Rex heeft het ook niet overleefd. Dat was dus degene die aangevallen werd. Inmiddels is er een Megapithecus dood en een Dodo Rex. Als we straks een Titan killen, is het zeker waard. We zitten op 2/3. Af en toe zijn er periodes dat we voor slechts 700.000 hitten per hit. Net of hij een soort verdediging krijgt of iets. Ik weet niet precies wat het is, kan ik nog eens nazoeken. Maar over het algemeen hitten we voor 1,2 miljoen bijna. En zoals jullie zien, ik heb 6 of 7 worldbosses getamed en nog steeds zijn we een paar minuten bezig om de tijd te kunnen verslaan. Ik denk er dus ook zeker niet te licht over. Zelf zitten we mogelijk veilig op onze Dodo Wyvern. Dat is eigenlijk de reden waarom ik op een flyer zit. Hij heeft veel goede DPS, hij kan veel tanken. En hij houdt jezelf redelijk veilig door vrij hoog boven de tijd te vliegen. Echt te zweven. Bij het laatste deel van de kill. Nog 110 miljoen levenspunten. En mochten jullie na deze video of na deze hele serie nog vragen hebben of dingen beter uitgelegd willen hebben, stel gerust je vraag bij de comments onderaan het filmpje en wie weet kan ik ze beantwoorden en kan ik er wel eens zelfs nog een film aan wijden. Ik naar beneden gesprongen en melee damage kan doen. Dat is gewoon een gif te schuren. Dat is eigenlijk een stukje sneller. Inmiddels bij de laatste 50 miljoen. Het gaat snel. 40 miljoen en we hebben onze eerste deity gekillt. En we hebben het doel bereikt van de serie. Kan eigenlijk niet meer misgaan. Het moet er heel raar lopen. 25 miljoen. Of 20. Dat was de deity. We hebben het Unlocked Tech Totem, Bokito Tribute en de Primordial Matrix zoals ik al zei. Dus we hebben eindelijk na 22 afleveringen hebben we ons doel bereikt. Het killen van een deity.
verder niks meer in zijn inventory. Ik kan hem niet looten. Op geen enkele manier. Of farmen. Dus hij blijft gewoon liggen. Hier hebben we nog de spullen van onze dino's die zijn gestorven. Alpha Lightning Weapon. Alsnog ook voor de Edge. Mega Pithecus heeft het ook niet gered. Dit zal van de Broodmodder zijn. Ook de Broodmodder heeft het niet gered. Ik wil toch even de Ed killen voordat ze mij zien. Dat lijkt allemaal te zijn. Ook Dino kan het niet farmen. Een deity. Onder ligt niks meer. De Dodorex zal ongetwijfeld op de bodem van de zee liggen. Kijken of we zo diep kunnen duiken. Hij ligt hier al. Het valt mee. Dat is een Dodorex. Eigenlijk het enige wat we overhouden is een Broodmodder en een Dodo Wyvern. En de rest van de bosses zijn allemaal gestorven terwijl we deze deity killden. Goed, ik ga weer terug naar mijn base en zodra ik daar ben ga ik de aflevering afsluiten. En we zijn terug bij de base. We hebben inmiddels ons doel bereikt door een deity te killen. Zij het met grote verliezen. We zijn 2 megapithecussen kwijtgeraakt. Een Broodmodder. De Alpha. Of de Dodorex, sorry. En wat heeft het opgeleverd? Nou, we hebben dus de deity gekillt. Wat dropte die? Hij dropte een trophy gift. Een prime resource pack. Wat Alpha saddles, zoals jullie zien. Een ruby. Nog een Prime Armor Pack, Artifact Gift, Experience Potion, nou, veel Epic Items, Epic Wapens, Prime Armor dingen, een Riot Shield, een Treasure Box, Ammo Pack. En zo te zien dropte die ook 500 elementen, wat Black Pearls en een diamant, of meerdere diamanten. Goed, wat zit er precies in die dingen? Ga ik jullie ook nog even laten zien. Voordat we afsluiten. In een trophy gift. Er zitten trofeeën. En zo te zien van arena bosses. Op het beta niveau. Dus dat zijn in principe leuke dingen om te krijgen. Dus dit zijn trofeeën die je normaal verdient door bosses te verslaan in de arena. Prime Resource Pack. Nou, levert zoals het al zegt Prime Resources op. Belt, Hide, Blood en Pearls. Alpha Saddles. Een Prime Armor Pack. Dan krijgen we een volledige Fur. Prime Fur set. Dus alle 5 delen. Een Artifact Gift. Nou, dan krijgen we een stuk of... Nou, wat zal het zijn? 14 artifacts. Dat komen als alle artifacts zijn die er zijn. En vervolgens nog een treasure box. Dat zijn voornamelijk diamanten en xenokibbel. Xenokibbel is overigens een vervanger van alle andere kibbels. Dus om alfa's te tamen weten jullie dat je bepaalde kibbels nodig zijn. Elke alfa heeft zijn eigen favoriete kibbel. Een Xeno kibbel vervangt de voorkeur zeg maar, van de alfa. En deze kibbel kun je dus alle alfa's temen. En we waren bij de treasure box. Nou, voornamelijk diamant inderdaad. En de kibbels dus.
Goed, zoals je ziet, we hebben dus grote verliezen geleden. En ja, bij het killen van elke deity zullen we dus waarschijnlijk overnieuw moeten beginnen met het temen van bosses. Of je moet nog meer bosses temen zodat je minder verliezen leidt. Ik ben erheen gegaan met 2, 4, 6, 7 bosses en ik kom maar terug met 2. Maar uiteindelijk hebben we dus wel een deity gekild. En dan vergeet ik natuurlijk nog iets jullie te laten zien. Jullie zagen juist dat we een tech totem hebben unlocked toen we de deity killden. En daarmee kunnen we straks de primordials summonen. Ik zal jullie laten zien. Wat we hebben vrijgespeeld is namelijk hier bij de structures. Een tech totem. Dus deze engram unlocked het terwijl wij de deity killden. Ik heb de materialen om te maken. Dus we gaan hem meteen maken. Daar was hij al, ging heel snel. Tech totem. En zoals jullie allemaal al kunnen lezen, is eigenlijk hetzelfde als een tech originator. Alleen nu kun je dus primordials summonen om deze te maken. Ik zal het jullie laten zien hoe deze eruit ziet. Het is lang niet zo groot. Dus even een ander plekje zoeken. Hier meteen naast de ingang. Een tech item. En als we dan kijken wat we hierin kunnen maken, hebben we weer een matrix. Dus deze zul je dus ook moeten maken om straks weer iets te temen. En een Bokito Tribute. Dus deze hebben we ook vrijgespeeld. En wellicht dat ik hier later in een filmpje nog een keer op terugkom wat het precies is en wat deze beesten doen. Maar vooralsnog ga ik hier niet mee verder. Wat hebben we nog meer vrijgespeeld in deze serie? Ja, saddles is niks aan veranderd, zoals jullie al kunnen zien. Armor hebben we het tech tier vrijgespeeld. En voor de rest, ja, wat je nu nog kunt doen is de andere twee deities proberen te killen. Er zijn namelijk drie deities, eentje van fire, eentje van nature en eentje van winter. De winterboss hebben we verslaan en de andere twee zou nog een doel voor je kunnen zijn. Ze unlocken dan verder niets meer zover ik weet. Dus bij de eerste deity unlock je dit allemaal. En ja, voor de rest is eigenlijk voor jezelf wat je nu nog verder wil doen. Je hebt eigenlijk het doel van deze wat bereikt op dit moment. Je zou nog verder kunnen gaan met de primordials. Het zijn nog weer een stap hogere dino's. Hoe dit precies werkt heb ik mij nog niet in verdiept. Zoals ik al zei, wellicht komt er nog een keer een filmpje van. Goed, dan wil ik deze aflevering afsluiten en eigenlijk ook deze serie. We hebben in deze serie zijn we begonnen vanuit het niets. Dus we spoelden aan op een strand met een paar lapjes stof en verder helemaal niets. En na 22 afleveringen en bijna een maand filmen, of ruim een maand filmen, hebben we uiteindelijk een deity gekild. Aan de hand van ons 12 stappenplan. Zoals ik al zei, mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. Wellicht kan ik ze zo beantwoorden en anders maak ik er graag nog een video van om het beter uit te leggen. Mocht je deze video liken, geef hem dan vooral een duimpje, zodat ik weet waar ik het voor doe. En vergeet je vooral niet te subscriben op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe series en video's. Graag tot ziens, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden.